Media. Nou, ik voel dat langzaam de apparaten het in mijn leven gaan overnemen. Oh, dat dus ze het overnemen? Nou ja, dat ik dus niet meer. Ik, heb, ik, ik spreek hun taal niet meer. Nee. Ah, nee. Ik spreek niet meer de taal van de apparaten. Het is, uh, het is herfst, het is koud, het is schuur. Oef. Het is voor mij niet de makkelijkste tijd van het jaar, Aaf. Pepernootjes liggen alweer in de winkel. Nee, is het is niet de ja. makkelijkste tijd? Nee. Ik ben namelijk een herfstlover. Ja, jij ik, niet, ik he? vind dan zo september nog wel leuk. Met dat mooie zachte licht, hè, waarbij iedereen natuurlijk heel goed uitziet. Ja, helpt. Maar ik vind uh, zo, als, als Sint Maarten nadert... Ja, de nou, deur nog eventjes. Nou, dan staat de depressie <laughs> voor de deur, bij mij. Want Sint Maarten is het low point, ja. eigenlijk. Ja. Ik vind Sint Maarten, ik kan er niks aan doen, nee. vind ik gewoon afschuwelijk. afschuwelijk. Het is ook eigenlijk best een moeilijk feest. Ja, ja daar gaan we nog eens uitgebreid over ja, hebben. Misschien zo rond Sint Maarten. Dat is goed, ik wil daar heel graag... Ja. Uh, dat, uh, Misschien kunnen we technieken bedenken om ermee om te gaan. Ja, ja laten we dat maar even bewaren. Want ik, 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 ik wil je wel duizend dingen vragen over Sint Maarten. Ja, ik jou ook. Hoe ik daarmee om moet gaan. En dan kan ik ook leuk vertellen, het zal Floor ook leuk vinden, hoe in Limburg met Sint Maarten wordt omgegaan. Ja. Ik ga nog niks vertellen. Wil ik ook heel. Dat graag is een heel vinden. andere Sint Maarten. Maar <laughs> uh, <laughs> ja, welkom <laughs> mensen, welkom, welkom lieve luisteraars. Uh, wij gaan vandaag doen. Wij weekcijfers gaan, geven. Weekcijfers geven. Wij gaan problemen oplossen. We hebben een heel, ja best wel een leuk probleem. Ja, gewoon. een, gewoon een, nou ja, gewoon een, een, een lekker een, probleem. Een pregnant probleem. Pregnant probleem. Ontzettend pregnant. Uh, we hebben natuurlijk een reclamemand. Uh, daar zit ook weer van alles. In. Ook eten uit die mand. Ja, maar nou, we dus... kunnen er deze week uit eten en drinken. Er... Ja, dat vind ik mooi. Dat is mooi, hè? Wow. Hello, fresh en ja. air-up. Bedankt, mand. Want uh, ik, heb ook, ik heb ook honger. Ik ja. wil ook wat eten. Ik heb ook dorst. Eens dus even kijken, wat gaan we nog meer doen aan de Goeroe? Ik ben heel benieuwd. De Goeroe-rubriek, uh, die wisselen we af met een Natuurhoekje. Jij wil mij nog niks vertellen over de Goeroe, hè? Nee. Ik heb ook expres het op een andere bladzijde in mijn schriftje geschreven, zodat je niet stiekem kon ik kijken heb wie het net was. Net als stiekem proberen te kijken, maar toen had ik mijn bril niet bij me. Dat kan je niet zien, want ik heb uh, de bladzijde ik omgeslagen. Ja, ik heb lijkt, echt... Maar jij schrijft ook een soort stenoachtige ja. steno manier van opschrijven. Dus ik... <laughs> ik heb ook een handschrift wat ik niet per se zelf kan lezen. Dus het <laughs> wordt een heel spannende uitzending. <laughs> kijken of ik nog weet wat ik heb opgeschreven. Prima. Prima, prima. prima. Zeg, Lies, um, wat voor uh, cijfer geef jij je week? Ik kan mijn week heel moeilijk becijferen. Uh, dat is omdat ik namelijk een vriendin ben verloren deze week. En dus ik, het, het, cijfermatig, uh, ja, is dat gewoon niet. Uh, ja, kan ik heel moeilijk in een cijfer uh, vervatten. Ja, maar dat maar is zeggen. raar om daar een cijfer aan te geven. Ja, maar ja. ik kan wel zeggen dat je vrienden verliezen wel een soort next level erg is. Ja, hè? Ja. Ja, ja en uh, ja, het is. En misschien hebben jullie ook wel eens iemand verloren die heel dierbaar is. Dan is het ook zo gek om dan te bedenken dat jij nog de enige bent die zich sommige dingen herinnert, hè? Ja, die jullie met z'n tweeën hebben meegemaakt. Ja. Ja, ja, dat is waar. Dus ja. ik, ik, uh, ik ga dat gewoon blijven herinneren. En uh, verhalen over blijven vertellen. Want het was een heel, uh, heel kleurrijke vrouw. Met wie ik verschrikkelijk veel heb gelachen. En ook hele verdrietige dingen heb uh, mogen delen. Ja. En ik zal haar heel erg missen. Ja. Um, tegen de tijd dat jullie dit horen is ze, is ze begraven. Uh, uh, of in ieder geval is de uitvaart geweest. En uh, ja, dan, dan is het waarschijnlijk... Wordt het ook wel weer een beetje anders. Maar nu zit je nog tussen dat iemand is dood gegaan en een, en en de een uitvaart. En dat is ja. een soort heel raar uh, niemandsland. Maar en waarom is dat een soort niemandsland? Uh, als iemand nog... Als, als iemand nog begraven of gecremeerd moet worden, dan zit je nog in een soort voorportaal van het feit dat iemand uh, definitief weg is. Ja, en, ja, en, en als er nog geen uitspraak is geweest, dan is iemand nog niet definitief weg. Want dan leeft diegene nog praktisch gezien alleen al. Ja. Heel erg in je, in, in je hoofd en, en hoe het allemaal moet. En dat en ja. je daar naartoe gaat en dat gaat delen met z'n allen. Ja, dat is waar. En het wordt toch anders als iemand dan uiteindelijk echt weg is. Ja, ja. dat kan me wel voorstellen, ja. Ja, jongens, het is even het is, het is niet anders. En het is ook niet, uh, ja, ik kan er ook niet een hele leuke. Nee, grappige, en het is volgens mij geef, ook hier want... niet van. Uh, ja. Uh, uh, van. Nou ja, je bent gewoon helemaal niet op wat voor punt dan ook, denk ik. Van. Nee. Maar wat fijn dat ik er heb gekend. Je denkt gewoon: nee, denk van waarom moest ze dood? dat wil je zo met al, elke vezel in je lichaam wil je niet. Nee, dat niet. Nee. En het rare is, is dus dat ik dus, uh, me niet... Uh, ik kan me heel moeilijk concentreren. Ik kan ja. heel moeilijk twee dingen tegelijk doen. Ik vergeet heel veel dingen. Ik ben net gevallen met de fiets. Ik, oh, echt? Ik, ja, het is net als met ganzenborden. Dat je dan weer terug, uh, ja. terug bij nul bent. Of in de put zit. Heel veel, heel veel rondjes van ja. het ganzenbord. Krijg je krijgt een storing in je hoofd, hè? Ja, dat zullen wel heel veel mensen nu deze week hebben. Ja. En uh, als ik er nou heel lang over praat, dan ga ik natuurlijk ook huilen. Maar ik wil ook niet deze podcast net doen alsof het allemaal één grote. Nee. Lachende bende is bij mij thuis. Want ik zit echt heel uh, depressief thuis naar, naar buiten te kijken. Ja, ja, daar ja. kan je ook niet. Want anders, dat moet je ook helemaal niet iets anders van maken. Nee, en, en zoals je weet, drink ik door de week niet. Maar ik ga nu wel morgen met een aantal mensen het uh, toch even. Ja, op een. Nou, niet echt heel, heel, heel hard, hard op het drinken zetten. Maar ik ga toch wel even iets drinken, af. Ik zou. En ja. als je het even hard op een drinken wil zetten, mag dat. Ook, nou, het is, want het, vind dat, ik. Dat, dat ga, ik ga toch even een klein drankje. Ja. ja. Dat zou ik zeker. doen. niet dat doen. dat iets uitmaakt, maar, uh, maar het is wel fijn om bij elkaar te komen. Ja, want jullie gaan dan met haar vrienden iets uh, afspreken. Ja. ja, dat is wel heel fijn. Ja. 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 Het is wat, jongens. Oh, maar ja. het, het, het leven is gewoon super uh, kut. Ja. Superkut. ja. Soms. Dat komt echt wel. Ja, dat is echt zo. Ja je, ja, je kan je niks moois van maken. Je moet maar heel blij zijn met de vrienden die je zijn gegeven in dit leven. Zo blijkt maar weer. Ja, want ze kunnen ook van de een op de andere dag zomaar voor altijd weg zijn. Ja. Dus je moet er maar echt van genieten. Ja, van hè? de lieve mensen om je heen en de mensen die je dierbaar zijn. Ja, ja echt. Het is echt belangrijk. Goed af. Ach, Lies, ik ja. vind het heel erg voor je. Oh, ja. Het echt heel erg voor je. Lieve schat, hoe was jouw week met je mooie nieuwe, met je mooie nieuwe blouse? Um, ja, dat voelt een beetje, beetje suffig, want dit, ja, dit gaat helemaal niet over leven of dood. Maar, nee, ja, maar dan uh, gaat het daar Godzijdank niet altijd over heb in ook het een leven. Ik, en... ik, ik heb gelukkig een heel dobberend weekje. Hoe was die week? Um, nou, ik heb een, uh, een doorbraak uh, gehad in mijn leven. Ik heb alleen in mijn vakantiehuisje geslapen. Dan nou moet ik er wel bij aanmerken dat mijn hondje Wally bij me was. Ja, en don't fuck with Wally. Dat don't is, uh, fuck with Walter. heb ik een paar dagen geleden mogen ondervinden toen Wally in mijn been beet. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, als je, als je daar gaat inbreken, dan heb je een heel groot probleem. Ja, dan is jouw been er gewoon af. Want jij kwam gewoon vriendelijk binnen. en toen beet beet zo in je been Laat staan als je kwaad ter willen of hoe je dat uh, noemt binnenkomt. Dus ik voelde maar, me echt beschermd door haar. Wat lekker. Maar ik, ik heb er ontzettend over getwijfeld of ik dat nou wilde doen of niet. Want ja. mijn huisje, dat, nou, het staat gewoon op een vakantieparkje. Het is echt niet in een bos of zo. Maar ja, ik vind ja. dat heel erg spannend. Ik maar slaap... heel veel horrorfilms spelen zich af op een vakantieparkje. Natuurlijk. Ik bedoel maar. Ik bedoel, hè? hallo. Oh, uh, ja. En ik heb er ook wel eens dromen over gehad. Dat ik in mijn eentje in dat huisje zat en dat het ja. allemaal misging. Ja. Dus het is iets wat ik heel eng vind. En... Um, ik snap het. Gewoon het, het simpele feit dat ik nu een hond heb, want ik zou echt ja. zonder haar er echt niet gaan slapen. Dat is echt, ja, dus zo is het gewoon wel. Maar dat ze er dus was en dat ik daar helemaal, ja, ik hoefde echt, ik hoefde dus helemaal niks. Ik deed ook helemaal niks. Wat deed je? Heb je gekookt? Ja, Wat ging je gekookt, doen. Nou, ik heb, ik, 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 ik zorg zo slecht voor mezelf. Nou, niet echt zorg slecht voor mezelf, maar het boeit me zo weinig als ik alleen ben. Dus het boeit me wel dat het allemaal opgeruimd en, en ja? uh, gezellig. Ik was ja? ook heel lang op zoek naar een kaars, die kon ik nergens vinden. Als je die voor de, ja, ik voor de Duitsers verstopt, voor de Duitsers die het huren verstopt. Ja, ja. Die had ik echt te goed verstopt de kaarsen. <laughs> ik wilde niet dat het huisje af zou fikken. dus ik had alle kaarsen ergens in een doos, maar ik kon er ja. die doos niet meer. Dus ik dacht, oh, ik heb... maar eten, dat boeit me dan. Ik wil wel eten, maar dat zie ik dan puur als een soort astronaut als voer. Oh, ja. Dus ik was naar het sparretje gegaan, want daar kan je heen lopen. Wat heb je daar gekocht? Ja, gewoon pasta, uh, wat saus en wat groentetjes. Maar ik was even vergeten dat ik alles dus voor de Duitsers had opgeruimd. Dus ik had helemaal geen, bijvoorbeeld, geen olie om, om, om die groenten in te bakken. Dus toen dacht ik, oh, maar er stond dus nog wel een fles wokolie van die Aziatische wokolie. Was die nog goed? Ja. Of was hij ranzig het, geworden? Maar hij, hij smaakt gewoon heel erg naar. Aziati. Aziatisch. Ja. Ja. Hè? Uh, om het maar even zo te zeggen. Het ja, dat, dus dat was, een niets... pasta was een Aziatisch pastaatje? Ja. Het was een Aziatisch pastaatje. Het was fusion wat ja. ik daar zat te eten. En dan had ik zo'n heel klein flesje, daar ben ik ook een keer uh, over berispt. Volgens mij door Sylvia Witteman die mij daar een mail over heeft gestuurd. Ah. Uh, ik koop wel eens als ik alleen met zo'n heel klein flesje wijn... Weet je wel zo. Die ah, zijn de natuurlijk helemaal niet goed. Ja. Bij de spaar kun je sowieso niet echt fijne wijnen krijgen. Nee. Maar ik dacht, maar... ik, ik gun mezelf wel een, 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 een wijntje bij de Aziatische pasta-schotel. Ja. Um, dus ik zat er lekker met mijn flesje. Ja? Best wel slechte wijn ja. en met mijn Aziatische pasta. Had je ook een klein toetje? Nee, ik, ik, ik had dus ook niks lekkers voor mezelf. Gehaald. Je had niks lekkers nee. voor je? Ook niet een chipje of een, of een dingetje wat je op je toetje Alleen onsmeerde? maar sleepy time thee. Jij bent echt een spartaan. Ja, echt. Ik, ik dacht, je bent zo'n brandkorst. Zo leefde ja. mijn vader ja. dus zijn hele leven. Maar ja. uh, als wij dus op vakantie gingen met mijn stiefmoeder... wat we wel eens deden, dan ja. bleef hij thuis, dan had hij alleen maar afgeprijsd brood van de bakker. God. Maar ook voor alle maaltijden, hè? Gewoon afgeprijsd brood. Wat deed hij erop? Niks. Niks? Nou, soms kaas. Maar ook gewoon, gewoon, dat doe ik dus ook best wel vaak. Dan zit ik bijvoorbeeld de fiets, heb ik gewoon honger en dan prop ik gewoon allemaal losse droge boterham in mijn mond. Bij mij is het echt zo van... Er moet vulling in. Had jij wel, als je dan vroeger jarig was, dat je mocht kiezen wat je ging eten? We gingen altijd naar de Chinezen. En wou je dat? Ja. Ja. Eigenlijk wel. Ja, ik, ik ja. dacht er ook verder helemaal niet over na. Mocht jij dat kiezen? Ja. Oh, wat koos je dan? Ossetong. Oh ja? Maar in een bepaald restaurant waar je het heel lekker nee, vond? Nee, van mijn moeder. Oh, Met die, die zei dan. Oh. Het, was echt heel, het zag er afschuwelijk uit natuurlijk. Gewoon zo'n tong in plakken. Dat vond jij echt lekker als kind? Dus Ik denk dat ik dat nooit durfde te eten. Ik zou het nu ook niet durven. Nee. Ik heb het wel eens gepaneerd en dan mijn kinderen gegeven als zijnde een schnitzel. Oh ja? En ja. was het door? Nee. <laughs> ik heb wel twee jaar later een keer gezegd. Twee jaar. Ik zei wel lekker deze schnitzel, hè? Wat een lekkere, zachte smaak. Ja, je zou denken dat het... <laughs> maar naar nou, de Chinees gaan op je verjaardag vind ik prima. Is heel leuk. Is heel leuk. Is heel leuk. Is echt helemaal prima. Maar hoe kwamen je? Ik dan vind het wel Oh ja, ik zat dus in mijn eentje in het huisje. Oh ja, ja, En toen had ik ook, ik had eigenlijk gewoon eigenlijk niks meegenomen. Want het was vrij last minute beslissing. Ja. Dus ik had geen handdoek bij me. Ik had geen BH bij me. Ik had geen pyjama je bij me. Je had überhaupt me. geen BH aan? Of? Nee, want ik kwam recht Een... van het strand. Dus ik zei: zet me maar af bij het huisje. Ja. En dan ga ik daar lekker slapen. Maar ik was gewoon. Ik had gewoon alleen je bikini, bikini. bij je. Dus het was een hele ja. uh, wonderlijke en, en de volgende dag moest ik met het openbaar vervoer terug naar huis. Ja. En toen had ik eigenlijk gewoon ja, niet echt kleren of, of schoenen. Nou ja, ik had mijn berkenstoks. Nou ja, je het had is... wel kleding. Ja, of maar had je de, wel weinig. Om, of ja, ik, ik, ik heb er nog over nagedacht om handdoeken. <laughs> ik had gewoon alleen maar een soort zomerjurk, maar het was Zillig. inmiddels onze temperatuur. Heel het ongeslagen. was weer overgeslagen, Ja. En toen ben ik dus in een zomerjurk met een gevonden regenjas die nog ergens in het huisje lag, op mijn berkenstoks een uur gaan lopen naar de bushalte. Dus het, maar weet je, dit klinkt allemaal heel erg, maar het beviel me heel goed. Ja, maar jij wil soms wel echt ontberingen. Volgens mij doe ja. je dan op. Nou, en weet je wat het is? Als je al dertien jaar uh, iemands moeder bent, of van ja. twee, dan ben je zo gewend van... alles moet goed gepland, er ja, moet altijd schat. eten in huis en dan hoef je even lekker niks te doen. Nobody cares. En weet je, die wokolie is vies met, met saus, Maar, maar alleen, niemand die klaagt. Kon, nee. Ik dacht, ah oh joh, ik vind het vind prima. Ja. Voor Wally had ik daar brokjes, zover was ik dan wel, ja. maar... Ik hoef er voor niemand te denken. En niemand vindt het leuk om een uur door de regen naar een bushalte te lopen. Maar ik vind het echt prima. Ik ben voor het eerst alleen thuis. Want de chef is naar een uh, event. Ja. En uh, mijn vriend die is ook naar een event. Hetzelfde event. Ja. En, uh, en, en, en dan. En dan zit ik me te bedenken wat ik dan ga doen. Ga je dan alles helemaal sociaal gezien volplannen? Ja, precies. En allemaal dingen doen? Of ga je thuis zitten en dan dat de regen tegen de ruiten slaat? Gewoon je lekker dan... een beetje tv kijken. Hè? Ja, macaroni met ketchup eten en een, en een pak krabsticks opeten. Wat ik vroeger altijd deed. Dat toen ja, dat de krabsticks kan je er wel weer even in brengen, denk ik. Nou ja, ja. ik denk dus dat als je thuis in je eigen huis... de neiging groter is om te denken... ik ga toch nog even afspreken met iemand Ja, of dat zo. is ook zo. Ja. Terwijl nu zat ja. ik in mijn huisje... Ik wist niet eens hoe de tv aan moest, want dat was ik vergeten. Ja, is dat wel gelukt? Nee, ik heb ik ook niet geprobeerd. Ik had gewoon muziekje, een oude volkskrant. Godaf. En ik lag gewoon een beetje zo op die bank met Wally. Ik vond het wel prima. En wat Om half heerlijk. elf dacht ik: nou, mama gaat naar bed. Oh, wat lekker. Ja. <laughs> ja, ik... Oh ja, en een heel eng ding. Toen moest ik nog wel Wally uitlaten. Toen was het was toch heel donker buiten. Toen dacht ik: ja, ze moet nog de laatste rondje. Ja. En toen stof ze weer naar binnen. Toen zei ik, ah, oh, dan hoef je niet te plassen, joh. Laat maar. En moest ze s'nachts plassen? Nee. nee. En werd jij nog s'nachts wakker dat je iets hoorde kraken? Nee, ik ben wel één keer uit bed gegaan om een klein plasje te doen, maar verder helemaal geen angst gekend. Dat is wel hè? echt een overwinning. Ja, nee, dit, 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 dit ja. mag echt in de kant. Ja. Dus daarom uh, geef ik me week een uh, negen min. Ja, en terecht. En terecht. Dankjewel. Ja ik, ik wel kijk nee, voor deze ik, bijval. Ik, ik zie hier ook iets op tafel staan een, een, het is een mand. het is een enorme mand. Oh. Ik, uh, hij is loodzwaar. hij is wel mooi. ja maar hij is wel zwaar. Dat is kijk wat erin zit. reclame mand, reclame mand, reclame mand, reclame mand. eind september dan beginnen natuurlijk toch die drukke tijden weer. oh man september is sowieso ja. een hele tijd. en je is in de slagregen met je fiets. ja. En je kinderen van de crash halen, je ophoe op de tram zetten. Ja, eh, je komt natten. Je sportclubje. Je bent moe, je bent zagrijnig, ja. je moet ongesteld worden. En er zijn allerlei kopen. dingen. En je moet komen. Ja. Waar je natuurlijk helemaal geen fuck zin in hebt. Nee, en dan moet je ook bedenken wat je gaat maken. Wat nou, een joh. Ik denk heel vaak, wat moet ik nou toch weer eens gaan maken? Ja. Dat alleen al is een reden om Hello Fresh te nemen. Want dan is je probleem opgelost. Eigenlijk wel. Want je hoeft niet meer te bedenken wat je gaat kopen. Je ja, hebt namelijk gewoon een hele grote doos. Die wordt ongeveer bij je thuis gebracht. En die maak je open. En dan staat er gewoon uh, keihard in wat je moet doen. En lekker voedzame maaltijd bereiden. Ja, zodat je niet meer hoeft te bedenken van, oh wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Nee. Wat voor iemand ben ik? Uh, wat ik gaan we kopen? Nee, je hebt gewoon tijd om, om, om met je huisgenoten te praten. Ja. om een puzzeltje te maken... terwijl de aardappeltjes lekker aan het pruttelen zijn. Je hoeft Dit beeld niet alleen al maakt me heel gelukkig. Ja. Lies, hou jij van mindful koken? Ik ben mindful. Als je Lies zegt, zeg je mindful. <laughs> en ik, uh, ik hou ook van koken. Dus ik, 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 ik wil die link graag leggen. <laughs> Want ik maak... <laughs> Want ik vind het heel lekker fijn... als ik nergens over hoef na te denken. Want ik... Ja. Ik, ik, ik ben heel in een heel rap tempo hersencellen aan het verliezen. Ja, dat en dan, weet dan ik. vind ik het gewoon heel lekker dat, dat het gewoon allemaal voor mij wordt besloten. Eigenlijk is het ook mindfuller op deze manier. Want je hoeft niet ook van: oh god, heb ik dat nog wel in huis? En precies, oh, heb ik wat koriander? De waar het is dit vet Precies, en het zit in die doos. Ik zou zeggen, laat het zitten in die doos. Ja. Want anders dan de bepaalde mensen in je huis. Gaan Dingen gaan opeten. opeten uit die doos is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Dan zou doen dat iemand worden. een bos koriander naar, naar binnen gaat werkt. Plagen. Nee. Blijft ze vanaf. Allemaal bij jouw gerecht. Van in die Hello die fresh dag. doos. Precies. En ze hebben het al. A uitgezocht, ze hebben het al afgewogen. Nou, ze hebben het dus naar jouw huis gebracht. Ze hebben het naar je huis gebracht. Er komt een heel lieve jongen of meisje, die komt het brengen. En je bespaart zoveel tijd, jongens. Ja, en je zit goed te eten, wat ook wel eens fijn is. In plaats van ja. ze we je een knakborst op Dus niet in één keer zo naar binnen schrokken. Nee, nee. echt even genieten. Nee, kijk even naar die kleuren. Ja. Het is voedzaam, het ziet er goed uit. Ze hebben met kleur gewerkt. Ja, je kan het mooi opmaken op je bord. Je kan Mocht het bord ook willen. nog mooi opmaken. En ja. zo... Zou ze er zo overheen doen, weet je wel? Met zo'n spritz zo in een rij. Allemaal sprenkels, koriander. Op een gewone heen. dinsdagavond ja. waarbij de depressie op de loer ligt. Oh, zeker. Maar die gaat als sneeuw voor de zon weg. Precies. Als jij die doos openmaakt. Ik zou zeggen, jongens, ga aan de slag. Weet je wat ik ook wel heel handig vind? Quick and easy recepten. Precies. Recepten. Je haalt me de woorden uit de mond. Met quick and easy recepten heb je gewoon in een hele snelle hand omdraai. Uh, hele makkelijk. Plas je dat zo op tafel. Die kun je toch mindful doen, hoor. En je hebt heel veel tijd over om te schaken of om ja. voor het liefdespel. Precies. Want je hebt heel veel tijd. Eindelijk weer eens tijd voor schaken Eindelijk en weer het liefdespel. Een stukje seksualiteit. Ik zou zeggen, uh, oh, ja. neem ook even een kortingscode ja? mee van ons. En die heet Hello Af. En waarom mee, niet hoor. Hello Lies? Ja. Ik weet het niet, jongens. Maar het goed. Is een ik denk maar eens de... Aaf belangrijker dan ik. Aard, nog weet meer wel behoefte allemaal? heeft aan dit soort uh, live hacks. <laughs> je bespaart met Hello Aaf wel tot 85 euro op je eerste vier boxen. Reclame man, reclame man, reclame -man, reclame -man. Nou, Hello Fresh mag weer lekker terug in het mandje. Ja, leg maar terug. Uh, okay. um, ik zet hem eventjes onder de tafel. Oh, het is een goed pantomime Lies ongelooflijk. Ja? ja, je kan heel goed pantomime. Ja, dat is misschien omdat mijn toenmalige vriend uh, op de mim zat. Uh, Aaf, uh, jij hebt een mini-probleem, ik ook. Ja. Um, um, en ik heb ook nog een groter probleem. En jij hebt een groot probleem. Ja, zo. Ik ben van alle markten thuis deze week. Uh, mag ik een heel klein probleempje aan je voorleggen? Uh, ja. Graag. Toevallig heeft het een, 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 een klein raakvlakje met wat jij me net vertelde. Ja. Ik ga het even heel goed, ik ga even, want ik heb nu mijn laptop bij me. Zo, ik praat zo nu zo goed. Ik weet niet meer hoe de afstandsbediening werkt. Ik kan mijn telefoon en snap ik niet meer zo heel goed. Oh, goed hier en ik heb mijn mini-problemen ook gevoel... oh, over. <laughs> nee, oh, nee, dat goed, dat ik dat ik het mooi. Ja. Nee, dus, ja, ja, goed. is mooi. Nee, dat is juist heel goed. Laten we echt... het dan voor dat dit je tot één een een mega-probleem. Kleine leeftijdskwestie uh, aan het worden. Nou, ik voel dat langzaam de apparaten het in mijn leven gaan overnemen. Oh, dat is het overnemen. Nou ja, dat ik dus niet meer Ik, heb, ik, ik, ik spreek hun taal niet meer. Nee. Nee. Ik spreek niet meer de taal van de apparaten. Nee. En ik heb die taal wel gesproken. Oh ja, ik, ik amper. Nou ja, maar... Nee, ja, ik kon maar gewoon de tv Maar je had alleen maar een broodrooster. Precies. Zo moeilijk was dat niet. En ja. een eh, tv je? met knoppen erop. Dus en een tv is ook... met knoppen erop. Ja. En ik weet nog dat ik vijf jaar geleden zuchtend voor mijn moeder de televisie aan het uitleggen was. Ja. En nu ben je het zelf. En nu ben ik het zelf. Erg, de apparaten hè? nemen het over. Alleen mijn kinderen snappen het nog. Ja. Dus mijn partner ook niet meer. Terwijl die heel technisch Jullie is. Jullie kunnen allebei de tv niet aankrijgen. Nou, ja, dat amper. heeft ook te maken met vices, met vies, het visus gebeuren. Dus dat je het niet meer ziet. In sfeer sfeersituatie. Je, nee. denkt, wat, je kan dat eigenlijk ook niet dit... zien wat er op tv is. Nee, ik heb ook de afstandsbediening steeds ondersteboven. En als je <gacht> hem ook kantelt, dan voel je zo... Dan valt er iets in en dan heb je ook iets... Op de televisie. Oh, uh, daar zet je ook iets aan. Ja, ze zijn zo verdomde gevoelig, die afstandsbedieningen. Ja, want het is ja. Met infrarood. Ja, ik ga er ook heel vaak op zitten en dan zit ik ineens een heel ander programma ja, te kijken. En dan krijg ik en dat ik was nooit vroeger meer terug. Niet. Nou, ik voel ineens een hele zooi terug. Die, iedereen onder de veertig die dit luistert, ja. denkt: oh jezus, welkom mag ik je bij even Boomer Radio. Ja, in het prullenbak kotsen. Ja, nou Van doe wel, maar. Ja, Kots uh, maar in die prullenbak. Over vijf jaar lach ik <laughs> om jou. Maar goed, zelf... Nou ja. en, oh ja, stel je voor dat je dus een digitale deurbel krijgt of een slimme ijskast. Nee, maar dat wil ik daarom dus ook niet. Nooit. Ik nooit, wil alles nooit, dom. nooit, nooit, nooit. Ik wil alles doen. Oké, okay, nou Aaf, apparaten interesseren me niet. Nee. Maar uh, ze nemen het wel over. Uh, ik ga het even nu letterlijk, want ik heb het hier heel mooi vervat. Ja, op je eigen apparaat, laptop. Betekent dit een naderend einde? Of is het juist goed om sommige dingen lekker te laten als je ouder bent? Aaf, uh, wat vind jij? Moet je bij de tijd blijven? Moet je... Die apparaat ja. door doorgronden. Moet je daar gewoon tegen vechten? Ja, moet je of is het ook prima gaan. om te zeggen, weet je wat, fuck? Ja, dan ik, ik kijk ik, nog geen uh, tv. Uh, Precies. <laughs> ik maak wel een oude puzzel in de Volkskrant of ik lees een uh, oude nou, magriet. Ik vind dit een lastige, want um, ik voel me soms echt zo uh, zo'n oudere dame van wie de man is overleden en dat zij nooit de financiën <laughs> ja, 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 had gedaan, ja, 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 weet ja. je wel? Ja. ja. En, en dan denk ik, Aaf, you are not that woman. Je bent nee. een uh, independent woman. Sorry dat ik het allemaal in het Engels zeg, maar dat denk ik. Zo denk Jij bent ik. gewoon een independent een woman. Independent ja. woman. Nou. Dus waarom kan ik de tv niet aanzetten in mijn vakantiehuisje? Nou moet ik ook zeggen, op dat moment vond ik het wel prima. Want het is namelijk mijn tv. Ja. Snap je? Dat precies. denk je dan ook, thuis, als independent woman. Thuis kan ik hem wel aanzetten. Maar ik kon bijvoorbeeld ook thuis heel lang uh, geen muziek uh, afspelen. Oh, maar Alleen je hebt zo'n heb zo systeem? Nou, we hadden dan een... een, een een, een boxje, dat moest je dan verbinden met je telefoon. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat kan ik nu ook, maar ja, dat, dat kon ik ook. toen niet. En dan kon ik alleen maar een plaat opzetten. Nou ja, dat is echt. Dus, dus ik ken dit heel goed. Ik maar zo soms... uitgelaten hier door een. <laughs> Zitten hier twee heel technische jonge mensen om ons heen? Nee, maar Lies, het is dus wel zo. Dit wil ik. Even zegte wat ik vanmorgen nog tegen op zegt: ik kan geen verzekeringsdingen aanvragen, dat kan ik gewoon niet. Nou wel echt maar... wel, ja, wel. Ja, gewoon een tandartsrekening indienen bij de verzekering. Zegt: die moet ik nou elke keer naast jou bij die laptop gaan zitten dat we dat samen moeten doen. Oh ja. Ik zeg, heb nou, ik al heel ja, lang niet meer gedaan een tandartsrekening. Ik niet ik, ik, om ik... deze reden dus. Maar ja, het loopt wel om. Ja. Maar goed, anyway, um, ik heb bijvoorbeeld thuis nu door hoe de tv werkt. Dat heb ik echt wel uh, maanden over gedaan. Ja. Ik kan zelfs van NLZ naar Amazon, naar Netflix. Naar nou, crazy. Ja. En daar ben ik wel blij om. Dat ik gewoon even die tutorial heb gehad van mijn man en kinderen of okay. meerdere kinderen, denk ik. Want waarom kan jouw man dat wel? Terwijl hij ja, net zo aan die, die, die heeft een soort technische vingers of Verdomme. zo. Die, heeft, die, die gaat altijd zo dan gaat hij zo achter je laptop zitten en dan gaat hij zo met die, met, die, met die brede vingers zo bewegen. Ja. En dan heeft hij bijvoorbeeld ineens een map die ik kwijt was in mijn laptop te pakken. Sorry, te maak ja, en ik liet een poer. Hoorden jullie dat? <laughs> maar heel saai. Allemaal analoog. Nee, maar ik, ik, Dadelijk ik, ik, volgende ik aflevering dit... plassen we deze hele stoel onder. Ik, dan zijn we <laughs> gewoon heel oud. En dan laten we zo... alles lopen. <laughs> mijn kinderen hebben dus op school ook zeven apps... waar je huiswerk in zou kunnen staan. Of misschien ook niet. Maar mijn dochter heeft op school ook gewoon een multomap... Met, met, met gewoon papier. En er ja. staat gewoon in wat er huiswerk is. Nou, dat vind ik zoiets fantastisch. Ja. Dat ze gewoon op een stuk papier schrijven wat ze moet doen. Ik, ja. nou, dat snap ik gewoon. Ja. Van, nou, het staat in Pandemo. Nee, het staat in Zermelo. Of stond het in oh, Magister? Als ik dat alles op... Allo. Ik haat het. Ik, ik vind het Zermelo. heel... Zermelo. Ja, jongens, even Zermelo. voor de niet-ouders. Dat is een soort onbegrijpelijk ding... waar dan heel veel schooldingen in schijnen te staan. Ja, ik ben er nooit in geweest, hoor. Ik, ik ga me daar in ook geweest. helemaal niet inloggen ook. Ga ik echt niet doen. Oh, eerlijk dat, gezegd. Jonge ouders, dat krijgen jullie nogal. Ja, of mensen echt. die nog erover zitten te denken om kinderen krijgt, te maken. Dan krijg je 27 apps waar je het mogelijkerwijs het huiswerk. Nou ja, het is gewoon niet te doen. Dus ik ken dit heel goed, Lies, maar ik vind voor, voor vitale dingen. Kijk, het huiswerk is voor je vindt kind, Dus boeien, toch vecht. Vecht voor je tv. -recht. Vecht voor je tv recht. <laughs> ja, oké, okay, goed. Ja. Nee, je hebt gelijk. Je en, hebt gelijk. En, dan, en dan zal je zien, eerlijk gezegd, dit klinkt echt ontzettend triest. Ben ik elke keer trots als ik een bepaald programma-streamingdienst op genoeg... heb gevonden. Ik ga me heel erg van voor nu voor, de, voor deze, ja, deze moment Want het triest. is natuurlijk zo'n senior moment. Het allertreurigste ja. probleem ooit. Maar goed. Ja, maar ik zou dus ook zeggen, laat een paar dingen gewoon. Ik weet je, elektronische deurbel gewoon. Een slimme niet aan deurbel of ja, een wc die, 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 die je, je reet gaat analyseren. Ja, die en zo. Daar ik ga ik gewoon niet aan beginnen. Graag. Ja, nou. Aaf, als jij een wc neemt die je reet analyseert, ja. dan ga je daar nooit uitkomen. Uit die wc. Nee, ik bedoel dat dat nee, daar altijd luistert. Nou, hier hadden we toevallig thuis een hele discussie over. Gijs, wou zo'n uh, reetanalyse wc. Nee, want dat dat die, is dus al die gegevens wc. over je reet worden ook naar een of andere centrale gestuurd. Dan natuurlijk. weet iedereen hoe die eruit ja, ziet. Natuurlijk. En ik je poept. Ja. Nou, ik jouw moet, anus ik, ik, wordt aan heb... je bankrekeningnummer gekoppeld, <laughs> aan je verzekering, aan je. En dan gaan mensen je identiteit ja, stelen, je ja. identiteit. Ik denk het wel. Ja, zeker. En daarom ja, zei alles ik, ligt op straat. Kunnen we niet gewoon zo'n zo kraantje kopen? Want dat heeft iemand die ik ken, die heeft gewoon een, kra een kraantje met een, een soort, sla een soort tuinslang. En in een wc. En die loopt gewoon en die hang je gewoon even achter je. Analog. Analog. je, gewoon je analoog. Analoog. je kontje af. <laughs> dus die heeft hij besteld. Ja. Want ik zei: van, Ik vind het veel te ingewikkeld. Maar die dat, dat is op... lekker. Ja. Die het enige daar weer is. Die ligt nog steeds in het doosje naast de wc. Nou ja, dan klusjesman bellen. Niet passief-agressief ja. naar je vriend nee, kijken. Precies. Klusjesman bellen, nee, je gelijk. geld betalen, ja. kontje afspoelen. En spoelen. Ja, ja ik, ik ken dit. Want, want ik, 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 ik ken ook mensen graag. die, uh, zal ik maar zeggen, uh, hun roots hebben liggen in de gordel van Smaragd. Ja, precies. De, en als je die, daar dan die even ik moet, ken moet poepen, dat ook. Precies, dan, ja. dan doe je dat en denk je... Ja. Veel beter. Zo heeft het altijd moeten ja. zijn, mensen. Met wc-papier ja. krijg je het echt niet helemaal goed op orde, hoor. Nee. Echt niet. Als iemand ons wil sponsoren in deze... laat het vooral weten. Nee, maar echt. Het is toch gewoon belachelijk dat je dat denkt... met een wc-papiertje af te kunnen doen? Je gaat s'avonds toch ook douchen? Of s morgens, weet ik veel wanneer. Ga je toch ook niet met papier een beetje je lichaam zitten afwegen? Nee. Ik denk wel. Is, is er nog iemand die na deze podcast nog überhaupt met ons geassocieerd wil worden? Je bedoelt adverteerders? Adverteerders. Lady, meld je, maar. je vrienden. Uh, inderdaad. Meld je, jongens. Hulpproducten, trapliften, rolstoel, uh, standaard trapliften. En misschien kan iemand zo'n uh, telefoon voor mij bestellen met een aan- en uitknop. Zo'n instapdouche. <laughs> Ik heb vroeger voor mijn moeder toen ze nog leefde, godhelmeld. Een, 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 een soort ja, afstandbieding met alleen aan, uit en hart en oh, ja, zacht. Ja, oh, dat lijkt me heerlijk, ja. joh. Ja. Waar is het ding gebleven? Ja. Goed. Is dat dan niet bij je erfgoed? <laughs> Ik denk dat ik met het hele erfgoed naar de kringloop ben gegaan. Oeps. Nee, zo had je echt moeten houden. Ja, hè? Ja, maar misschien kom je het gewoon weer tegen op je eigen kringloopstrooptochten. Ja, of kan ik het weer bij de thuiszorgwinkel bestellen? Ja, het is wel een topding natuurlijk. Want dan ga ik He? natuurlijk even langs naar deze ja. podcast. Even steunkousen bestellen, eventjes... Oh, uh, ik zeg ook heel vaak... Van Annie ja, en dat kan Grootglas. ik allemaal niet. Ja, dat ja, is ik allemaal niet. En ik ga mensen uitnodigen om bij mijn thuis sprookjes te komen voorlezen. <laughs> Omdat ik het niet meer kan. Tourbeurten. Ik kan het niet meer. Ik zie de letters niet meer. Als <laughs> we rokend erbij zitten. Hé, hey, maar hebben we hiermee jouw probleem ook nu, uh, nou, uh, het, mijn een dauw gegeven? Het ligt uh, heel dichtbij. Nou, ja? Ik had dus een, ook een microprobleem. Ik zal het heel kort zeggen. Wat ik nu heb, is ik zit beneden. Ja. Ik denk, oh, mijn laptop ligt boven. Ja. Dan loop ik naar boven. En dan weet ik niet meer wat ik <laughs> daar in godsnaam kwam doen. Dus, ja, maar jongens... Ja, maar nu wordt het nog erger. Ik maak een liedje voor mezelf, want ik zing op de trap. Want ik, 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 ik weet... Het oh, is heel hard. Ik weet... Sorry. Ik, ik weet... Ik ga vergeten... Ik ga mijn laptop Ja, dan zeg ik... Laptop, pakken. laptop, 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 laptop. En dan zing ik dat liedje de rest van de dag. Het is zo... Zo debiel, het is zo... En horen mensen jou dan op straat Nog. als je dan met een boodschappentasje... en je rolator langs loopt? Laptop, laptop, laptop. <laughs> ja, daarom zit ik nu in een gesloten richting. Je hebt al wel een hulphond. <laughs> ja, dat nou, die helpt mij nooit Toch? met dit soort dingen. Nee, die leidt me juist af. Wat, wat er ook op mijn pad komt, en dat zijn korte paden in mijn yeah. huis... bijvoorbeeld mijn hond, of ik zie een wasman... Oh, dan ga ik die wasman even opvouwen. Wasmand, en, dan, wasmand, en dan weet ik wasmand. helemaal niet meer dat ik die laptop... Dus... Dus het is een en al post-its, zelfgemaakte liedjes, uh, wekkers zetten. Maar ik, ik vind dat gewoon, ik weet dat dit hoort bij de leeftijd, de overgang, uh, hersenverweking, et cetera. Ik vind het ook echt gewoon eng dat je denkt: ik ben 48. Waarom ja. moet ik laptop zingend door mijn huis? Aan de andere kant is wat jij de hele dag doet. Jij bent zo efficiënt en je werkt zo hard. Ja, ik zeg het nog maar eens, jongens. Ik ben gewoon liefde, de hardest working dat, woman in showbusiness. Uh, nou, dus jij bent zo niet. efficiënt en je kan als een soort laserstraal je, je aandacht focussen en dan weer ontspannen. Vind ik het niet zo heel raar dat jij dan een keertje te veel na... wat je boven gaat? Ja, doen. want ik heb dit namelijk gewoon in werksituaties ook. Ja, ik heb het eigenlijk de hele tijd. Dat je gewoon niet meer weet wat je moet doen. Ik weet gewoon helemaal niet meer wie ik ben, joh. <laughs> ik weet gewoon helemaal niet meer. Ik... Lies, je bent Lies. Je ben... Jij heet Lies. <laughs> maar Ja, ik uh, ja. Nou, misschien moeten we toch maar gewoon die inschrijving voor het roze spierhuis doen. Definitief. <laughs> toch even Als ik het kan doorzetten. vinden in mijn map. Als in ik deze weet laptop. hoe ik een pdf open op mijn laptop. En hem inschrijving opslaan. bejaardenhuis. Inschrijving <laughs> verzorgingshuis. Nou ja, nou ja trouwens, je moet echt gewoon bijna sterven, Voordat je in een verzorgingshuis mag uh, ja. gaan. Ja. Dat is echt, jongens, je weet echt niet... Daar uh... ja, hoor, ik, hoor ik laatst ook... Nou ja, dat ga ik niet meer vertellen. Maar daar hoor ik ook weer verschrikkelijk verhaal. Ja, over. ja. Je, je, je moet, denk ik, dood onder de tafel liggen al zes weken. Ja. En dan mag je naar een bejaardehuis. Dat vinden ze huidens. fijn, ja. Ja, dat zijn de makkelijke cliënten. Ja. <laughs> maar echt... Goed, Wij mensen. komen er niet in. 30 jaar VGD nee. laptop Dankjewel. zingen. <laughs> Hartstikke goed. Mooi. <laughs> <laughs> uh, ja, wat kon dat niet helder. Uh, um, oh ja, ah, het nee, ja Ik heb natuurlijk nog helemaal geen oplossing hiervoor, behalve dan het bejaardenhuis. Maar nou ja, vind je dat ik me zorgen moet maken of vind jij dit normaal? Nou, ik heb eigenlijk wel de oplossing gegeven. Ik vind dat je je niet zorgen moet maken. Okay. Omdat, namelijk als jij moet focussen, dan kan jij het als geen ander. Dan maak ik er een liedje van. En je gaat er op een speelse en creatieve manier mee om. Dus je zegt wasmand, wasmand. En dan doe ga je dat naar boven nooit. Voor... Ik doe het ook eens naar de Albert Heijn ga. Dan moet ik bijvoorbeeld drie dingen halen. Mm -hmm. En dan zeg ik kom uh, kom er melk en brood, kom kom er melk en brood. En dat zing ik dan de hele weg. <laughs> de Albert Heijn. waarom ik het niet gewoon even opschrijf, weet ik ook niet. Nou, Zo, ik vind het een heel goede oplossing. Het, het werkt wel echt. Moet Misschien ik zeggen. moeten we dit ook bij Omroep Max, bij dat geheugenprogramma. Hoe noem je dat? Nou, hoe heet dat? dat is hartstikke moeilijk. Het, boodschappen, het, het boodschappenprogramma. Geheugen trainen. Dan oh, We weten niet meer hoe geheugen heen. Nou, ja. Dan ben je ook wel echt. Dan is je leven ook wel voorbij. Maar... Mijn hoe moeder hoe die had dat in dat het, het verzorgingshuis ook iets met een geheugenkwartet. Een geheugen. Geheugenspel, geheugenavond. Het was heel verdrietig. Ik heb er nog allemaal foto's van gemaakt. Ga ik even. En dan gingen ze een kwartet en dingen. Pof... geheugen lijkt me ja, in de precies, steek. Ik weet het niet, niet meer in de steek. God, hoe heette dat geheugenspel toch? Hoe, hoe heet het weer? geheugenspel dat mijn moeder speelde toen ze dement was? Even kijken. Nee, ik weet het niet meer. Nou ja, ik denk dat bij jou en mij allebei ook wel meespeelt dat wij uh, uh, demente ouders hebben gehad. Ja. Tenminste bij mij is dat wel ja. dat ik denk ik van uh, wanneer begon dat dan precies? Ja. Pap, jammer dat je me dit niet meer kan vertellen. Ja. Maar goed. Uh... Hadden we hadden het over. Nee. <laughs> nee, het, het is waar. A. Ja. Nee, het okay, is waar. Maar ik zal, ik zal me, mezelf steunen met het idee van: je gaat er hartstikke speels mee om, meid. Uh, je... We hebben het heel vaak over dit soort problemen. Hè? We hebben het al een keer heel lang gehad over dat je dus mensen niet meer herkent. Ja. Probeer er maar gewoon een, een grappige draai aan te geven, want je hebt geen keus. Nee. En ik ben aan het downsize, hoe noem je dat? Downsize. Ja. Ik, gewoon de dingen die ik. Moet doen, die doe ik wel. Maar voor de rest laat ik ook wel eens even wat liggen. B bedoel je... Uh... Uh, dat ik gewoon niet meer heel veel kan doen. Nee. <laughs> ja. Als het... Je wordt gewoon s morgens met een busje opgehaald. <laughs> bel, bel je tafeltje, dekje. je. En ik heb een ding op mijn nek. Daar staat mijn naam op en mijn, mijn adres. En dat is lekker een lekkere slabber. En een pasje dan kan ik contact met betalen. <laughs> Pas met dat ja. pasje, hè? want jongeren gaan dat jouw handig maken en dan een echt lekker. Ja, je hebt gelijk. <laughs> Ze weten nu hoe je bent. Ja, goed. Um, Prima avond. Ik um, heb veel problemen opgelost. Ik heb veel problemen gaan accepteren. Yes. accepteren om... roze spierhuis. PDF uh. um, <laughs> downloaden. Om lachen. PDF downloaden. Liedjes zingen. Blijf zingen. Minder doen. Uh, heb ik nog een uh, macro probleem? Nou, dat is eigenlijk net zo'n micro als dit. Maar Vezel? toch, het, 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 het zat me wel hoog hoor. En ik, ik vind jou heel stijlvol. Dus ik hoop dat jij hier mij in kan verraden. En jij hebt ook best wel vind vaak... Vind je mij stijlvol? Ik vind je hartstikke stijlvol. je, je gek nee, in je echt, hoofd? wat meen ik? Nee, wat meen ik, Lies? Je ziet er hartstikke leuk uit. Nee, echt. Ik heb de hele middag op het kantoortje rondgelopen met, dit, met de knoop los. Ja, maar dat, dat gebeurt mensen... ook de met deze blouse, moet ik zeggen. Dat, maar dat heeft niks met stijlvol te maken. Dat is gewoon zwaartekracht, of wat is het? Nou, uh... gewoon te dik. Gewoon te strakke kleding voor je... Ja, maar het is een blouse. hartstikke mooi blouseje, ah, nou ja, wil ik maar zeggen. Maar uh, ik onderbrak je voor de duizendste keer. Uh, Sorry, dat is ook wat wilde jij zeggen? Nou, kijk, ik was naar Prinsjesdag. Ja. Yeah. En ik heb een, uh, binnenkort een optreden voor uh, zeg maar een groep mensen waarbij ik op een podium moet staan. Een ja. lezing moet geven. Ja. Nou, dit soort situaties maken mij paniekerig. Want? Want ik moet er netjes uitzien, maar ook weer niet overdressed. Ja. Het is geen feest, het is een werkding. Mm -hmm. um, ik, kan het, ik kan de temperatuur niet inschatten, vind ik altijd heel lastig. Ik krijg het namelijk heel snel warm. Ja, het dus. is het demi seizoen saison Wat zeg je? Wat moet ik aantrekken? Want het is, als het gaat regenen, heb je je regenjas niet bij. Als het nee, koud precies. is, heb je toevallig... Het is namelijk de herfst. Het is herfst en ik uh, rij geen auto. Dus het is heel vaak zo dat ik vanuit een trein... nog vrij lang moet trippelen om ergens te komen. Oh, verschrikkelijk en ik kan niet lopen op lijkt me dat. Dus ik, bijvoorbeeld bij Prinsjesdag... Dat, dat is nu net geweest, kan ik heel eerlijk zeggen... heb ik de hele dag gebaald van mijn schoenen. Niet omdat ik hoog o, nou, ik, die ochtend dacht ik, wat trek nou aan? Trek nou aan. Ja. ja. Ik, ik ging natuurlijk niet. Ik was geen minister of zo. Die moeten gewoon een hoed en een designjurk en hooghakken. Dat, dat is min of meer. Maar ik was gewoon journalist. Maar je wilde wel netjes uitzien, ja. want je zit toch bij dit gebeuren. Ja. Dus ik had een, een, een soort van gebreid truitje met een soort leuke diamanten knopen. Ik had ja. een nogal volumineuze broek. Want die, ik bleek alleen maar een volumineuze broek te bezitten. En toen Ja, want dat is een ineens, geklede broek. Een dat zeer is... geklede broek. Ja. Alleen ik dacht s'nachts eens, oh. Onder die broek draag ik altijd gimpen, want ik vind volumineuze broek eigenlijk niet in nee. klein schoentje. Nee nee, 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 dat is waar. Dat is net als een, een nee, klopt, een dat olifant op een pingpongbal. Precies. Snap je? Ja. Nou, ik was dus echt de hele dag een olifant op een pingpongbal, want ik had deze schoen. Even voor de kijkers, dan steek ik even mijn voet omhoog. Ja, dan komt hier een heel lang uh, be been voor. heel lang nu dun ik dus been Nu heb je dus wel trouwens een hele kleine broek aan, maar die is niet netjes. Dus die Met kon een heel een... lekker lovertje. Paar paar dek ik even dat af. Is met een lovertje. Ja. stel je gewoon het lovertje voor die waar Michael Jackson altijd op liep. Dat is exact. Die, deze die lovers, je weet hoe ik over deze lovers denk, die vind ik gewoon fantastisch. Ik vind ze ook super. Ja. ik vind, maar het waren mijn enige nette schoenen die ik nog bleek te bezitten. waar, en, waar zijn jouw nette schoenen dan naartoe? Nou, ik, ik heb nog twee andere, maar die hebben dus dat kleine hakje. En dat, dat ging even niet ja. lukken, want ik moest heel veel lopen die dag. En ik kan hem eigenlijk nog niet zo goed lopen, ook niet op een klein hakje. En toen dacht ik, oké, okay, dan doe ik die. Piep kleine lovertjes wel aan, maar ik zag er echt belachelijk uit. Shit. Ja, echt belachelijk. Dus ik ging steeds ook soort half achter dingen staan ja. en zo. Of mijn benen heel erg over elkaar vouwen. Kijk, als je heel strak in de make-up zou zitten en je haar zou echt goed zijn en zo. En je hebt gewoon een goede bovenkant, dan vind ik gimpen eigenlijk best heel goed kunnen. Ik zag diverse mensen op gimpen. Lucille Werner liep gewoon op gimpen. Ja, maar maar die een toch ook, die ja die loopt kamerlid ja die loopt heel moeilijk ja. maar het stond ook gewoon prima ja. het stond echt prima ja. er waren meerdere mensen met, 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 met ja nou ja niet echt heel veel met gimpen, maar het had gekund zeg maar en niemand had gekeerd wat een of andere journalist aan had ja maar ik snap het en, um... en wat ik eigenlijk aan jou wil vragen van is er niet een want jij Ach. hebt heel veel van die evenementen gehad en nou première is weer anders maar is er niet gewoon een soort formule dat ik elke keer hetzelfde aan kan trekken ja. <laughs> ja, echt. Ik vind Ik, ik, ik ben heel erg, erg voor. Uh, maar goed, ik ben, ik ben namelijk niet stylish. Ik ben heel erg voor. Als iets je leuk staat, dus koop er 60 dingen van. Ja. En dan doe, heb je bijvoorbeeld de bovenkant die dan een beetje chic is. Dan doe je daar een chique bovenkantje op. Of je ja. doet even een juweeltje extra of een brosje of weet ik veel. En je goed make-upje. Ja. Uh, en dan gewoon altijd hetzelfde eigenlijk. Ja. Maar dan en dan misschien dat het net schoon, is en, en, en schoon is en enigszins belangrijk. gestreken en ja. niet helemaal kapot. Dus... Ja, ik kan dus ook niet strijken, hè? dat wil ik even. Daarom had ja. ik een gebreid truitje en een soort van. Zo'n stoomapparaatje is dan heel fijn. Ja, heb ik ook, maar dat is dus precies. Dat het gedoe met die apparaten, dat heb ik nog niet ah, ja, echt aan nee, de praat weten te krijgen. Uh, overdress of underdress? Ja, je hebt dan toch zo'n uitspraak. There's no such thing as overdress. Die is vieze, nou, nou, vuile leugen. Ja, want overdress is echt heel kut. Ja. Als je de enige bent die overdresst is, super kut. Het is gewoon echt een leugen. En stel, stel ja. je bent, stel, ja? ik was een journalist en er waren allemaal prinsen en prinsessen en ministers. Dan wil jij niet meedoen nee. aan hun manier van, van, nee. van aankleden. Maar je wil ook niet daar in je spijkerbroek aankomen. Dus je zetten. wil niet eruit zien alsof je te veel je best hebt nee, gedaan. Nee, maar ook, je er zeker ook niet eruit je... zien alsof je te weinig je best Precies. hebt gedaan. Want dat is namelijk respectloos. Dit is het ding. Uh, maar het moet een soort effortless zijn. Ja. ja, Jezus. Moeilijk hè? Ja, heel moeilijk. Want Ik zou gewoon zeggen dus dure spullen. Effortful dure Ik, spullen. Ik moet het echt hebben van extreem dure spullen, want dan is het nog wat. Nee. Ik <laughs> ga gewoon naar de Ik weer gewoon random dure spullen. Random heel dure kleding. Nee, dat is helemaal niet zo. Maar 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 nee, dan een paar dan word je zo dingen van de Absolutely ja, Fabulous. Een paar dingen die mooi zijn. Die zijn dan wel duur. Maar die, die, als het goed is, heb je dat dan. Kan je dat ook wel dan tien jaar lang heb je dan stressvrije ja, prinsjes wat dan? wat dan? Wat? Ja, weet ik niet. <laughs> weet ik veel. Ik weet het Geest. niet. Ik ja. Gewoon een concreet Nou, Gewoon een mooi jasje, wat goed zit. Ja, oh ja. ja, dat heb ik wel. Een goede, hoge zwarte broek. Ja, dat zou ik ook eens moeten Met kopen. een En je moet gewoon toch twee broek. of drie goede hakken. Die body hebben. Dus niet inderdaad, van die hele kleine nee. Bianca Castafiore hakjes. Nee. Nee, gewoon een goede. <laughs> En dan met een halve hoog hak waar je ook gewoon enigszins op kan functioneren. Ja, waar je ook wel van het station naar de plek moet kunnen lopen. Zo is het. Dus één goede zwarte broek. Ja. En ik zou zeggen, als je gimp hebt of je, je hebt iets heel nonchalants... dan moet je altijd zorgen dat die lippen even, wat je nu ook hebt gedaan... Die lippen even je, die van liggen, je gimpen afleiden. Moet zijn. Ja, Ja, het was ook, ik dacht s morgens ook nog van, zal ik mijn gimpen aandoen? Toen zag ik dat ik daar per ongeluk Wally twee dagen... was gaan staan? Ja, nou, gewoon heel veel modder zat nee, ja, ja, dan, ja, dan, het dan op. houdt het echt op. Gimpen moeten wel gewoon smetteloos zijn. Ja, hè? Anders is het anders is het echt, wordt het gewoon heel gek. Ja. 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 En jij zei laatst tegen mij: je moet altijd zorgen dat je outfit dat er één dingetje in zit wat een beetje grappig is of zoiets. Wat, ja, was dat nou alweer? Nou, ik snap ik, het niet, ik wat, had een artikel toen gestuurd gekregen leuk. Van, van Pauline, die stuurde mij een artikel die zei: als je bijvoorbeeld een uh, heel net pak aan hebt, maar dat is een beetje saai, dan moet je er bijvoorbeeld koks onder doen. Maar goed, dat was bij Prinsjesdag niet ja. echt aan de hand. <laughs> Ja, maar ik snap wel, je hebt iets van, jongens, ik druk ook me wat aan. Ja, precies. Dat moet je hebben. Ja. Ja. Oh, maar dan maar moet wat. je dat ook wel heel erg ownen. Dat is ook heel ingewikkeld. Hè? Ik zou ja, dan zo want ik ken iemand die er dan heel lekker uitziet ja. op crocs, maar dat ben ik niet, jongens. Ik ben ook niet die vrouw. Ik zie er nee. gewoon uit als een tuinierende vijftiger ja. op crocs. Als jij daar met zorg naar hebt gekeken en je hebt jezelf liefdevol in de spiegel bekeken en bedacht, waar voel ik me fijn in, wat ja. vind ik mooi... Ja, Vo voor zo me... goed als zo kwaad als het gaat. En ik heb maar één paar schoenen, dus dit wordt hem. Dit wo en ik ga niet in de hondenpoep trappen. Ik ga niet in een plas. Ik gooi geen mayonaise over mezelf heen. Nee, nou, en ik moet nog wel. in een hele volle trein, dus ja, ik kan niet in een zijde jurk. Dus kleed jezelf gewoon met zorg en liefde voor jezelf aan. Ja. Voor welke gelegenheid dan ook. Vindt heel mooi, Lies. Mooi. Ja. Uh, over kleding gesproken, er staat hier een soort gekke, gekke wasmand op tafel. Oh, ja, op... geklede mand. <laughs> ik vind het een hele chique mand. Het is een ontzettend chique mand. Ik, uh, ik ga er eens even in. Zo. Zit, wat wat net is? als Dr. Pol zo in, met zo'n handschoen. met ga ik in die mand. <laughs> dan moet mijn vriend altijd even op. de kamer uitlopen. Als Dr. Echt, Pol dan, dan zo. Dan ja, ja, nee, die, 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 die rent <laughs> dan dan er de kamer uit. 24-7 Dr. Pol zitten kijken. Ik zei laatst, nou lekker, zet Dr. Pol maar aan. Toen zei hij nee. Hij komt gewoon niet. even niet meer aan. Vanavond. niet. <laughs> Lies, niet elke avond dokter Pol. <laughs> nee, nu, ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Ik zeg, ik zeg, stop, stop, stop hou op. Ja, wat zit daar nou in? Het is een uh, hele lekkere Air-Up-fles. Oh, het is een Air-Up-fles. reclame ja. reclamemand, reclame reclamemand. reclamemand, reclamemand. Af. als je de hele dag Line drinkt, ja. Wat doe je dan? Je bent de hele dag zit je ben je boeren aan het laten. Ja, dat Vanwege is echt al niet goed. Dat, nee. nee, je krijgt helemaal zo'n soort. Je, je krijgt je gewoon... toch allemaal rare stofjes binnen als ja, je altijd frisdrank drinkt. Je, je weet allemaal niet wat erin zit. Mensen waarschuwen er mij wel eens voor. Nee. Nou, dat is ook gewoon. Daarom nou, is het ook veel beter om water te drinken. Je jongens. moet gewoon water drinken. Maar soms heb je wel zin in een beetje een smaakje bij je water. Zeker. En als je dan, zoals ik, door de week niet drinkt, dan is een air-up-fles... Best wel fijn. Je beste vriend. Zeker. Je allerbeste vriend. Die neem je gewoon mee. Dan <laughs> doe je er een soort ja. pot in. Ja. Deze heet bijvoorbeeld Cassis. Ja. Dat komt omdat hij naar Cassis ja. ruikt. Ja. Die geur gaat in je neus. En dan denken je hersens: ik drink nu iets met Cassis. Nee, hey, het is feest, maar het is geen feest. Nee, het is gewoon water. Nee, het is gewoon water. Ja, dus je drinkt gezonde dingen, alias water. Ja. En je denkt Cassis. Ik zeg wel eens tegen Aaf: drink meer water. Ja. Drink meer water, ja, Aaf. Je zweet je ziet er zo uit veel als een, drink, je, je, je. je ziet eruit als een pruim. <laughs> drink nog wat water. Ik ben ook meer water gaan drinken, want die fles is best wel groot. Past heel veel water in. Het is lekker met die smaak. Dus automatisch ga je er gewoon meer van drinken. Tijdens je werk, tijdens ja. het podcast, tijdens de vakantie, op reis. Ze hebben ook een stalen fles die uh, heel lekker koud blijft. Want als het heel warm wordt en de hele dag in je auto ligt... en je drinkt, neemt dan een slok, dan is dat natuurlijk hartstikke vies. Ja, als het hartstikke van dat lauwe water. Is. Dus die stalen fles is lekker als het ware. Houdt het 14 uur koud, hè? Fijn. Ook voor na het sporten. Echt lekker. Aaf, die sport heel veel. En die vindt het dan heerlijk om uh, na het sporten even gewoon... Ja. een lemon uh, of een strawberry lemongrass. Strawberry grass. lemongrass of gewoon lemon Dingen of peer te nemen. Uh, je kan er ook bruisend water in doen natuurlijk. Dan krijg je toch een beetje die frisdrankervaring. Uh, zonder dat het frisdrank is. Met de code Aaf en Lies 10 krijg je tot en met 15 oktober 10% korting op alle producten. Ga naar ja. www.r-up.com. R-up. Reclamemant, 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 Nou, we stoppen de r up nou, flas. Uh, <laughs> Wat voor smaak heb jij erin gedaan? Ik heb uh, uh, strawberry lemongrass. Oh, ja. dat vond ik wel apart. Wat lekker. Ja. Dat was het. Dat was het wat ik rook. Heerlijk. Oké, okay. nou, ik zet die mand even van tafel weer en ik ga er lekker weer op zitten. Wil je hem voorlezen, Lies? Want ik ben straks weer aan het wormen met die groenroes. Dus dat vind ik het wel leuk als jij nu even je warme voorleesstem zet. Hallo, Aven -Lies. Al jaren ben ik degene die het bed uitgaat als er s'nachts gedoe is met de kinderen. Inmiddels 11 en 14. Maar het houdt NIET op. Oh. Ik verdenk mijn echtgenoot ervan dat hij zich slapende houdt. Terwijl ik als waakzame papa bij de minste piep of kraak naast het bed sta. Huh? Wat? Krijg ik dan te horen als ik hem een soort van wakker por? Er komt niks uit, dus ik sta op om de spinnen-slash-muggenangst... het is zo warm-slash-koud, ik heb honger of wat dan ook er is, op te lossen. Op te lossen, mooi. Mooi hm. lees ik dit voor. Op te lossen, op te lossen. Ik geloof niet dat mijn man echt slaapt. Wie is hier nou gek? Vraag ik me wel eens af. Maar ja, deze kloek wil wel graag dat de aandacht rust... en voldoende slaap is voor de kinderen... Help mij met een goede list. Natuurlijk is mijn man verder superliefhebbend. En ik moet het hem nageven. Als ik hem naar beneden stuur omdat ik een inbreker hoor... dan doet hij schat dat. Maar hoe krijg ik hem uit bed als ik zelf eigenlijk ook niet wil opstaan... om mijn kinderen terug in bed te krijgen? Lieve groeten van piep, piep, piep. Niks anoniem, maar ik hou je gewoon anoniem. want Toch beter ja, voor je relatie. Primacy. En je kinderen ook. Uh, ik moet zeggen dat ik jou wel even uh, gegoogeld heb... Ondraan Mag je best weten, je want ik dacht wie is deze, deze man? Papa Beer. En uh, nou, ik, 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 ik vond je heel knap. Mag <laughs> ik dat gewoon zeggen? Ik vond je echt. Uh, ik vond je heel aantrekkelijk. <laughs> Goed. Maar ja, je bent um, getrouwd met een man, dus voor ze is het een logo. Dat weet ik. Maar helaas, ik, helaas. ik heb wel ge, ik, ik, ik ik vind je gewoon heel knap. Ja. Nou, Ik ga me um, boel zo meteen. Ik, ik, ik zit ook helemaal niet om een man verlegen of zo. Nee, joh, je hebt een knappe man. Uh, je maar je ik dacht wel, nou, die andere papa die mag wel in zijn handjes knijpen. Ja, en ik zou zeggen, ik, doen alsof hij slaapt. Oh, ik zou zeggen, ga jij maar eens even op je strepen staan. Want als je dit uiterlijk hebt, dan mag je wat vragen. Oh, wat mag je wat je wel een, dan mag je leven. er wel iets voor terug eisen. Nou, ik vind ja? sowieso dat hij er wel wat voor terug mag eisen. Dat vind ik namelijk Want ook. Want hij staat nu papa. al 14 jaar s'nachts op. Dat is lang. Exact. Dat is echt heel lang. Nou, ik, uh, ik vind dat jij misschien met de kinderen toch een afspraak moet gaan maken. Jongens, jullie kunnen mij niet meer voor elk wisselwasje was je wakker maken. Het spijt me. Ik als ben het ook te warm maar een mens is, leg je deken een beetje opzij. Als je, je doorstreeft, legt... pak een glaasje water. Want ik ga eraan kapot. Ik heb ook slaap nodig. Uh, hoe denk je dat ik dit uiterlijk kan handhaven als ik niet slaap? Dat is al jongens knap dat hij daarmee zo knap is gebleven. Nee, even alle gekheid op een stokje. Dus, uh, 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 ik vind dat je dat wel met de kinderen moet gaan communiceren. Ja. Dat is één. Ja, Toch? Dat is zeker één. Dat is natuurlijk eigenlijk waar het probleem begint, dat de kinderen ja. hem roepen. Ja. Maar dat is niet in één dag op te lossen, vooral niet als het al heel lang speelt. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ik heb precies dezelfde ervaring gehad. Toen waren mijn kinderen wel veel kleiner hoor, maar die waren ook s'nachts. Uh, dat eens jij aan degene raar. was die er altijd uitging. Ja, want gij slaapt ja. gewoon als een, ja, een dode eigenlijk. Ja. Er komt helemaal niets doorheen. Helemaal ja. niets. Maar toen heb ik gewoon gezegd: het wordt nu om en om. Ik ga jou gewoon wakker maken. Terwijl ik dus zelf al wakker geworden ben door gegil of geschreeuw. En dan ga jij eruit. Om ja. en om. Dat, ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik niet altijd gedaan. Want dan was ik toch al klaar wakker, dacht ik. Nou ja, Want ik zit altijd meteen vol adrenaline ja. als ik s'nachts iets ja. hoor. Dus ik kan niet lekker doortukken daarna. Maar goed, ik heb het wel vaak gedaan. Want anders was het altijd mijn afdeling. Ja, je bent nou eenmaal degene die het waakzaamste is en het lichtste slaapt. En daardoor slaapt de ander ook lekkerder. Hè? Dus het die een, ander die ligt het is communicerende te vaten. slapen. Die slaapt nog heerlijker omdat die weet ja. dat jij het wel gaat oplossen. Die ligt heerlijk te slapen. Nou, ja. moet ik zeggen uh, dat ik wilde nu heel streng tegen je zijn. Maar, maar misschien is er wel gewoon van alles met de kinderen aan de hand. En, en, en ja, of je er, er is bepaalde angsten? Uh, ik ja. heb zelf, ben er zelf ook heel vaak uitgegaan. En dan kom je er gewoon niet onderuit. Maar ik ja. vind wel toch wel dat jij, ook al ken ik je niet echt... misschien toch wel te vaak je bed uitgaat. Ja. Voor kinderen van 11 en 14. Ja. Snap je? Dus afspreken dat de kinderen in bed blijven en de gezin laten slapen. In, en behalve in en geval van En misschien met nood. een kleine beloning werken. Ja, het is precies wat ik hier heb geschreven. Ja. Uh, als jij in je nest blijft liggen en er niemand wakker wordt... dan mag jij zeggen wat we morgen eten. Precies. Zo heb ik pedagogisch dit is pedagogisch wel heel ook slecht op een gegeven zijn. heb de wereld uitgeholpen. Ja. Nou ja, toen was mijn dochter dan uh, drie of zo. Maar uh, ja. uh, dat belonen hielp wel. Ik zei altijd tegen mijn zoon: als je nu stil bent, dan krijg je straks een reep chocola. Ja. Prima. Dat vind heel erg, hè? Nou, maar ik snap wel, je. Het was wel stil. Ja. Het was wel. En daar stil. is ook een hoop voor te zeggen. Ja. Oké, okay, dus afspreken dat jij, dat jij probeert een nacht er niet uit te gaan. En hij het doet. Ja. En dan moet jij doppen in doen. Of noise reduction: een koptelefoon opdoen met de ruisende zee. Ja. Of doppen. Nou ja, of wel even wakker worden en dan de ander echt wakker maken. Nee, maar dan ga je toch nog wakker worden. Ja. Jij moet gewoon Je moet gewoon door slapen. Of op keertje. een ander kamertje gaan Precies. liggen. Misschien is er ergens een zolder of zo. Ja. En dan moet jij ook, lieve briefschrijver, uh, niet denken: ik doe het wel op mijn manier. Dus misschien ben jij wel een overnemer. Ja. Weet je van laat, maar ik doe het wel, want anders dan gebeurt het niet goed. Of, ja, dat, dat dan was moet je was mijn dus ook. een beetje Dat Dan ja. dacht nou ja, ik ben nou toch al wakker, ik ren er wel heen. Dat is heel moeilijk, want als je je verantwoordelijk voelt, dan trek je het naar je toe. En dan ja. gaat die ander, die laat het natuurlijk los. Ja, toch? Ja, en de kinderen gaan steeds weer op jou een beroep doen. Want die weten ja. van, nou, deze papa wordt wel wakker, dus uh, die moet naar me toe komen. Ja. Zijn ze gewoon gewend? Net zoals bij mij altijd iedereen vraagt: Mama, waar ligt mijn vul maar alles in ter wereld wat ja. je kan verzinnen. Dat vragen ze aan mij, omdat ze weten dat ah, ik vrij goed weet waar alles ligt, ja. en omdat ik bereid ben om het hele huis om te keren om iets te zoeken. Oh, dat doe ik nooit. Dan zeg ik ja, dat nee. Of ik zou als ik jou zeg, zeggen, vraag maar aan papa, die weet het allemaal. <laughs> ja, het ja. idee. Ja, die vraagt heel vaak ook aan mij waar ligt. En dan voelt ze bril, een lichte bril hier, vijf nou, centimeter dan van maar, zijn hoofd vandaan. Jongens, ik heb geen idee. Nou, ik ik, ik zeg... weet niet eens meer dat ik de was aan het doen ben. Ja, dat is waar. We moet de hele dag laptop zingen ik door het laptop, huis. Laptop, 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 een kilo uien, een kilo uien zingen. Anders dan weet ik het ook niet meer. Dus je moet aan mij niets ik meer weet, vragen. voor die ik van achteren leeg. Ja, ik vind het je gelijk. De kinderen zouden in een ideale situatie zo getraind moeten kunnen worden. Maar dat is waarschijnlijk ingewikkeld, want het speelt al heel erg ja. lang. En de andere man moet meer verantwoordelijkheid krijgen. In deze. Ja. Maar daarin moet jij jezelf vertrouwen geven, terugtrekken. En de, de ander vertrouwen geven dat hij het ook goed kan. Ja. En desnoods koop je een babyfoon. En die ja. zet je bij zijn uh, bed. Dan Ga jij een tijdje op de bank slapen? Of elders? Dat vind ik ook ook zielig. dan moet die man zijn bed uit. Nou ja, iemand moet er wel uit, hè? <laughs> ja, voorlopig is het probleem ja. niet opgelost. Kijk, ik denk niet dat hij als hij nu tegen die kinderen zegt, vanaf morgen mogen jullie het niet meer doen. Ja, dat gaat echt een tijdje duren. Jij gaat gewoon naar die kinderkamer toe. Je zegt, oké, okay, zijn er muggen? Je gaat helemaal checken. Met een enorm goede ja, lamp. Als, als ze naar ja. bed gaan. Uh, dit is een extra pyjama. Hier is een extra deken. Hier is water. Een raam, hier, open, hier is melk. Raam dit, hier, raam, ja. hier is een zak M&M's. Ja. Prima. Ik ga nu naar bed. Ik wil alleen maar wakker gemaakt worden als, uh, als het huis in brand staat. Ja. Door het brandalarm. Door het brandalarm. En niet door een kinderalarm. Nou, hopelijk heb je iets aan. Dat was het. Einde. <laughs> En je bent heel knap. Dat wilde en je Lies bent nog ook heel zeggen. knap. Ja, nee, ja, maar ik vind dat we moeten meer complimentjes maken. Sowieso. Ja. Um, Lies. Ja. Ik heb een goeroe voor je meegenomen. Oh ja, oh gods ja. Wat ja, heerlijk. Nog een rubriek. Deze, ik, podcast deze jongen duurt gaat dicht. 87.000 minuten. <laughs> um, ik heb voor jou. Ik nog even een slokje. Ik nee. heb ja, ook even een slokje. Ik heb voor jou meegenomen. Patricia Anglaya... Margaret. Pai. Lekker. Patricia Pai. Ze heet gewoon echt Patricia Pai. Ja. 74 uit Rotterdam. Ja. Patricia Pai vind ik een inspirerende goeroe, ja. En waarom is dat? Daar heb ik vijf redenen voor. Want ik heb natuurlijk vijf, vijf hoge petten van vijf. Uh, noem je dat? Vijf hoge petten van erop. Ja. Um, Het eerste wat me te binnen schoot was vakantiehuisje. Wist He? jij dat Patricia Pai best wel lang in een vakantiehuisje heeft gewoond? Recentelijk. Echt? Ja, op een vakantiepark. Ze woonde op een park, dat heet uh, Park Patersven. Dat is in uh, Brabant. Ja. En dat was gewoon, neem ik aan, omdat ze niet meer zoveel geld had. Maar daar deed ze helemaal niet moeilijk over. Ja. Ze oonde dat vakantiehuisje ja. heel erg. Ze vond het daar heel erg leuk. Ze heeft er ook heel veel de cameraploegen over de vloer gehad ja. om ze rond te showen. Uh, ze was erg van, ik, ik wil hier gewoon nog heel lang wonen. Ze zei, het is een schattig huis in een prachtige omgeving. Ja, zo kan je een vakantiehuisje ook gewoon zien. Ja. En dat vond ik dus ja. heel goed van haar. Ja. Toen is zij, dat, dat was in 2017, toen begon ze mij op te vallen als van... hé, hey, die Patricia Pai, die, die denkt best wel out of the box eigenlijk. Ja. Want de meeste BN'ers die op een vakantiepark eindigen... en het zijn er meer... Ja, gaat het niet zo goed. gaat het niet zo goed mee. Nee. En dan weet je dat ook allemaal wel. En dat laten ja. ze ook een beetje zien, zeg maar. Ik ja. denk nu even aan... Uh, aan wie? Uh, hoe heet hij? Uh, Geert-Jan Rens. Geert-Jan Rens. Ge Peter Peter-Jan Rens. Zat hij ook op een vakantiepark? Zat ook op een vakantiepark. Ach. En dat, dat werd niet met hetzelfde joie de vivre gebracht, mm -hmm. zeg maar. Dat mm -hmm. was meer zo van... ja. Life sucks. ja. Dus dat is uh, nummer één. Ja. Uh, nu woont ze trouwens uh, inmiddels op een uh, ergens in een bovenhuis. Ze Is weg uit het vakantiepark. Ja. Um, andere is: 2017 zijn er twee privévideo's van haar gelekt. Ik denk dat je je dit misschien nog wel herinnert. Uh, ja. Ik wil er liever niet te diep op ingaan, nee. want ik vind het gewoon een beetje beschamend ja. voor haar. Maar ze is daar heel goed mee omgegaan. Ja. Ze is zich niet gaan schamen. Ze is zich niet gaan verbergen. Ze is daarover gewoon eerlijk geweest. Ja. En ze heeft rechtszaken aangespannen. Ja. Dat zijn, dat zijn topreacties. Ja, ik kan daar alleen maar mijn hoed heel diep voor afnemen. Ja, echt. Ik vind dat, dat die vrouw dat met heel veel klasse en meesterlijk heeft gedaan. Dat is fantastisch. En daardoor is dat ook eigenlijk gewoon een beetje... Ik bedoel, mensen zullen er heus nog wel eens aan denken, hoor. Mm -hmm. Maar het kleeft niet op een hele stomme manier aan haar. Nee, vind ik ook niet. En dat is omdat ze gewoon even zegt van... Ja, nou ja, uh, die video's bestaan. Ja, so what? Nou ja, zo zei ze het ook weer niet. Maar ze is er gewoon heel eerlijk over geweest. Mm -hmm. Ze heeft er niet leugentjes over verzonnen. En ze heeft gewoon al die rechtszaken erover gewonnen. Nou, dat vind ik top. Ik ook. Ja, dus dat is nummer twee. Dan, dit wist ik zelf niet. Um, maar ze kan zichzelf heel goed opnieuw uitvinden. Ze is als het ware resistent tegen veranderingen of moeilijke dingen. Dus ze was eerst ja? bijvoorbeeld te jong om, uh, daar kom ik straks nog op terug... Om op te mogen treden, want ze wilden om 15 vijftiende optreden. Ja. Dan ging ze op boten optreden, want ja. die waren niet in Nederlands grondgebied. Gewoon buiten de wateren optreden. Was dus als er... minderjarige buiten de wateren. Precies, ja. is gewoon een tip voor mensen die als minderjarige willen minder ja. optreden. Ga buiten de wateren. Ja. Ze is wel eens in het Duits gaan zingen. Omdat het dan in Nederland uh, minder goed verkocht. Of zo ging ze naar Duitsland. Prima. Mm. Ze heeft reclamespotjes gedaan. Heeft was, het, was het in 40, 45? <laughs> Vlaam. Nee, sorry. Ja. Ik, ik, vind, is ik vind het gewoon te... eigen leuk. Ze is 74. Nee, joh. <laughs> Achtergrondzang heeft ze gedaan. Ze <laughs> deed rock. Dat werkte niet. Ja. toen is disco laten gaan maken. Wat is eigenlijk een hit van Patricia? Um, je bent niet hit. Oh, die top. Je bent niet knap. Ja, ja, vind ik een heerlijk liedje. En wat ik ook heel grappig van haar vond, dat vind ik dus ook resistent. Op een gegeven moment kreeg Adam Curry, hè, haar ex-man... met wie ze bij mij om de hoek woonde, ja. overigens... Ja. Um, die kreeg een nieuwe vrouw. En toen heeft zij opnieuw haar oude liedje uitgebracht... dat heet Who's That Lady With My Man. Dat vind ik gewoon grappig. Ja, vind ik ook. Ja. En, en slim gedacht. Gewoon commercieel gedacht. Marketing technisch heel slim. Marketing. Het is grappig. Ja. En je kan je oude liedje weer eens zingen. Zo is het. Dus uh, dat, dat noem ik resistent. Nou, dan hebben we... Uh, ja, ze begon dus op de vijftiende en dat vond ik dus heel leuk... Ze zei gewoon, wat, tel, wat tante Thelma doet, dat wil ik ook. Want haar tante Thelma zong dus in een band. Ze komt uit een hele muzikale familie. De band The Evergreens, dat was de, uh, haar vadersband. En wat tante Thelma doet, dat wil ik ook. vind ik heel leuk, want dan komt het echt uit jezelf. Het is niet zo van, je bent een kind, je moet meezingen in onze band. Nee, dat nee. wil ik. Je ziet tante ja. Thelma dat doen. Ik heb ook via via gehoord dat Patricia Pai heel erg aardig is. Oh ja, dat ik verbaast me helemaal niet. niks. Nee, dat het dus een heel leuk iemand is. Ja. Ja. Dat heb ik vaker met uh, goeroes dat ze ja? dan via via heel aardig blijken te zijn ja ik heb ook ken ook mensen die via via dat mensen die heel stom vinden ja. Maar Patricia Pai vindt mensen wel die ik ken ik denk dat zij gewoon sympathiek want ik kan hele grote jongens in de showbiz <laughs> je ik kent ze allemaal Patricia Pai allemaal heel aardig voelde ik al ja. um, heb ik er nog eentje oh ja ze had groot haar zeg maar Tina Turner haar mm -hmm. weet je wel mm -hmm. dat kon ze hebben dat kan ook lang niet iedereen mm -hmm. en dat heeft ze meegenomen naar deze tijd maar het toch een beetje aangepast aan de tijd. Dus ze heeft nog steeds groot big hair, haar. Ja, maar het grote haar is wel Anno 23. Zeg maar. Ja, want je kan natuurlijk niet het big hair hebben dat je dus had. Die 86. Nee, van dat Angelique haar. Weet je wel, die serie uit de jaren nee, 70. Dat ken ik niet. Met die vrouw met heel veel haarstukken. Oh, ja, in de jaren oh, 70. Nee. Was het natuurlijk die... Ja, ze hadden bergen, bergen, heel veel haarstukken. Ja. ja, en bij ja. Tina Turner was dat natuurlijk ook. Dat was ja. gewoon een soort van een ja. soort mop die je dan ook... Ja, nog dat boven... werd op een gegeven moment wel echt absurd. Een hè? Beetje belachelijk. Ja. ja. Maar je moet maar eens even 1986 Patricia Pipe kijken. Dat was ook echt jullie. Big ze hair. Was echt ja. big ha en ze heeft nog steeds big ja. hair. Maar het, het kan. Dus ze, heeft, ze is zichzelf wel trouw gebleven in, in haar situatie. Ja. ja, kennelijk. Bij goeroes wil ik altijd iets over hun haar vertellen. Ja, dat, dat dan snap ik. Belangrijk. Haar is gewoon je uithangbord. Haar is je uithangbord. Het is. Je haar, je ja, nou, haar is een deel van de identiteit. Het is je eigenlijk. Ze heeft goed ja, het is gewoon een hele knappe vrouw jongens. En wat zij dus kan is de tering naar de nering zetten. Dus je hebt geen huis meer, je gaat in een vakantiehuis wonen. Je hebt geen man meer, je zingt er een lied over. Je hebt geen baan meer, je gaat gewoon bij Hollands Got Talent werken. Ja, dat mag inderdaad wel uh, in de boeken en dat mag en dan kunnen we een heel groot dik vet voorbeeld aan. Nemen. Ja, vind ik heel knap. De tering ja, dus je naar van tegenslag iets. Ik denk iets... dat dat ook iets Rotterdams is, hoor. Dat je dat ja. goed kan. Tenminste, ja, ik, ik, ik heb altijd de dat Rotterdammers dat beter kunnen dan bijvoorbeeld Amsterdam. Omdat ze praktischer en nuchter en opgeruimd ja, van zijn. Van in boetsen, dat ja. soort dingen. Ja. En haar, uh, ik wil nog even eindigen met een quote. Uh, ja, op het tegeltje. Ik vind dat ik alles kan oplossen. Ja, en dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ik vind vooral dat ik vind er heel achter. Dus niet ik kan alles oplossen. Ja. Het gaat om je attitude. Ja, ik vind dat ja. ik alles kan oplossen. Die ga ik echt inhouden. Oh. Want als je zegt ik kan alles oplossen, ja dan roep je het al over je af dat het misgaat. Maar als je zegt ik vind dat ik alles kan oplossen en dat heb ik mijn hele leven gedaan, dat is toch fantastisch. Ja. En Patricia is lekker stout. Oh, daar ja. hou ik van. Dat is ze wel ja. Die lust er wel pap van. Ik hou ervan. Ja. Vind ja. ik ook leuk. Good for you, Patricia. Ik hoop dat je nog heel lang ons blij gaat maken. Ik denk het wel. Dat is gewoon, dat is ook heel Rotterdamse, heel oud worden. Ja. Hè? Zo Lies, dat was de guru. Ja. Um, volgende week zijn we er weer. Ja, crazy. enough. Oh. Dan, ben, dan zit jij weer in de natuur. Het is een achtbaan en die eindigt in de natuur. Ja, acht baan, zeker. In de natuur. Als je nou ook uh, hulp wil, kan je ons mailen ja. hulp van Averlies at .nl. Ja. Je kan ons ook gewoon een DM sturen op Instagram, trouwens. Ja. Uh, je kan ons ook nog benuisteren op Podimo. Daar hebben we een extra podcast, je. Zeker. Die heet Averlies Pakken Door. Ja. Uh, nou, uh, je kunt ons. Uh... Gods <laughs> Stemmen geven, sterren, zelfs wat stemmen. Stem. Stem, stem. stem Zonder dat je eens normaal is. En als je neemt, je kan je als neemt dan heb je zo mee te kijken. Maar ze hebben naar de Natuurhoek. En dan zijn we daar. Adamas!